In de video van vandaag een kort woordje over ISO. Dus eigenlijk de gevoeligheid van uw film, maar ook van uw digitale camera, van uw sensor, de lichtgevoeligheid daarvan. En eigenlijk zal ik al beginnen met te zeggen dat ISO, de term ISO, is eigenlijk is een afkorting voor de International Organization of Standardization. Dus het is eigenlijk gewoon een afkorting voor het feit dat er een standaard is, voor de organisatie die de standaarden beheert. Dus eigenlijk betekent ISO op zich niets anders dan een standaard. De echte standaard, deze standaard, voor het vastleggen van de lichtgevoeligheid van filmmateriaal en van sensors en dergelijke meer, wordt dan gevolgd door een nummertje en dan moet ik zelf even kijken op de computer welk nummerke dat juist is. Dat is de ISO 5800 van 1987. Dus dat is eigenlijk de volledige benaming, correcte benaming van ISO. Vroeger werd ook gesproken van ASA. En hier zie je bijvoorbeeld op de rug van deze Minolta camera, een analoge camera, zie je ISO en ASA staan. Maar ook nog een oudere, dus ASA is eigenlijk American Standard for Association, dus hetzelfde als ISO, maar dan de Amerikaanse standaard daarvan. En de DIN, die staat hier ook op vermeld, dus ISO, ASA en DIN. DIN is dan weer een afkorting voor het Duits Instituut voor, ik denk naamgevingen, denk ik. Maar ook in het Duits natuurlijk. Maar dus eigenlijk allemaal verschillende normen. De DIN-norm, dus ISO en ASA is hetzelfde getal, dat is die 200... Die hier ziet 400, 800, 1600, 13, 3200, 6400, 12, 25, 50, 100. Dus dat is allemaal ISO of ASA, maar de DIN is dan die 12, 15, 18, 21. Dus de DIN is wel een andere norm. Nu, dat komt uit het terug van de tijd dat je filmpjes kocht. Je kunt dan altijd filmpjes kopen. Dus bijvoorbeeld, dan kocht je een filmpje met een bepaalde ISO-waarde. En dan was het de bedoeling, als je dat filmpje in je camera stak, dat je eigenlijk al je foto's met die ISO-waarde maakte. Of toch zeker met dezelfde ISO-waarde. Nu, dit is dus een ISO-filmpje 400. 200 komt heel vaak voor, dus Fujicolor Speria. 200 komt ook heel vaak voor, 400 is iets beter voor als je binnen. Dus hoe hoger het getal, hoe meer lichtgevoelig dat je materiaal is. Dus 200 is goed voor buiten. 400 is ook geschikt voor buiten. Maar kun je ook binnen gebruiken omdat er iets meer lichtgevoeligheid is. En dan zijn er nog meer gespecialiseerde filmpjes die ISO 800, 1600, 3200. Dat is hier een 3200 bijvoorbeeld. Maar dat is al vrij gespecialiseerd. Dit is een ISO 50, dat is ook al vrij gespecialiseerd. Dat is ik denk een diafilm zelf. En dan die een Ilford, dat is een rolfilm, dat is een ander formaat. Het enkel doosje is een ISO 100. Nu, de reden dat ik dat doosje even laat zien, dus die filmdoosjes, ja, hier heb ik nu geen doosje meer van, hebben zo typisch een lipje dat je kunt afscheuren. En dat kun je dan bijvoorbeeld voor deze rolfilm, dat is nu mijn formaat, kun je dat hierin plaatsen. En dan kun je altijd zien welke film dat er geladen is. En ook bij filmcamera's soms nog. Hier kun je ook zo'n kartonnetje steken. Maar dan, dit is ook nog een filmcamera, maar hier had je dan al een venstertje waardoor dat je eigenlijk kon gaan kijken welke ISO-waarde dat er op je film geprint is. Dus het is letterlijk wat er op de film geprint is. In dit geval een T-Max 400, dus ISO 400. En dan is er nog een andere mogelijkheid en dat is de DX-waarde uitlezen. Dus hier kan je gewoon aflezen wat de ISO-waarde is. Maar dan hier zie je ook een indicatie voor DX en dat wil zeggen dat de camera de code kan uitlezen die op het filmpje staat. En dat zijn die codes hier. De camera heeft sensoren om die code uit te lezen en dan zo automatisch vast te stellen welke ISO-waarde dat filmpje is. Want als die camera geen DX heeft, dus als die DX hier, dan moet je eigenlijk zelf gaan instellen op je camera met welke ISO-waarde je gaat gaan belichten. En als we het dan hebben over het zelf instellen, dat is eigenlijk ook wat je doet bij een digitale camera. Dit is een digitale Fujifilm XE2. Ik moet zijn batterij laden. Ja, bij de XT1 en XT2 heb je hier echt een knop bovenaan om de ISO-waarde in te stellen. Bij deze is het in de minuut te doen, bedoel ik. En dan moet ik zelf eens kijken, ja, hier ISO.
En dan kan je, die staan nu op 200, die kan je gaan aanpassen naar 250, 320, 400. En eigenlijk van 200, typisch van 200 naar 400, is een verdubbeling van de lichthoeveelheid. Dus er is maar half zoveel licht nodig om diezelfde foto met diezelfde instellingen te maken. En eigenlijk hoe hoger dat getal, dus hoe minder licht dat je nodig hebt. Maar uiteraard heeft dat ook nadelen, want hoe hoger dat getal, hoe grover dat de korrel zal zijn van uw film vroeger, of in het geval van een sensor, hoe meer digitale ruis dat je krijgt. En digitale ruis is dan groen en rood, spikkels eigenlijk in uw beeld. Nu, waar dat je dus bij een digitaal filmpje vasthangt aan de ISO-waarde van uw filmpje, en dat eventueel wel kunt over of onder gaan belichten, maar dan volledig zelf de belichting moet maken over het hele filmpje, heb je bij digitale camera's dus de mogelijkheid om bij elke foto je ISO-waarde te gaan aanpassen. Er zijn dus nog wel altijd zaken waar je moet op letten, zoals je ISO-waarde zo laag mogelijk houden om een betere beeldkwaliteit te behouden, want hoe hoger dat je ISO-waarde gaat, hoe slechter dat je beeld wordt eigenlijk. Dus hoe meer grovere korrel dat je krijgt en kleurverschuiving en minder contrast en dergelijke, of verkeerd contrast en dergelijke meer. Wat dat je bij digitale camera's zoals deze ook nog rekening moet mee houden, is dat een sensor typisch, dat noemen ze een native ISO-waarde. Dus dat is eigenlijk een ISO-waarde waarvoor dat die sensor geprogrammeerd of ontwikkeld is. En dat is in dit geval de ISO 200. En op de X-T1 en 2 kan je dan nog de ISO low gaan selecteren. Dan ga je eigenlijk die 200 op 100. Ah, hier heb je die ook L. Kan die niet selecteren nu, maar hier heb je ook die L100. Dus dan ga je eigenlijk je sensor gaan forceren op ISO-waarde 100. Terwijl het hem eigenlijk gemaakt is voor ISO-waarde 200. Dat is ook niet interessant. Heb trouwens ook Panasonic was het denk ik. Heeft nu in zijn laatste camera ook een nieuwe feature waarbij dat je eigenlijk... Dan ze iets nieuws ingebouwd hebben waardoor dat de sensor zowel native op ISO 200 als native op, ik dacht was ISO 1600 of iets in die zin, dus dat die zowel op die twee resoluties optimaal presteert. En dat is gedaan met een circuit met een andere voltage en dergelijke meer. Ik ken er details niet van. Het komt erop neer dat je daardoor met die camera perfect de goede kwaliteit bekomt, zelfs op die hoge ISO waarde. Terwijl met andere camera's moet je dus opletten om niet al te hoog te gaan in de ISO-waarden. Waarom ga je hoger in ISO-waarden? Omdat je heel snel sluitertijd nodig hebt of je heel weinig licht hebt op je locatie. Maar de tip is dus om het te vermijden. Ik zal nog een filmpje voorzien rond auto-ISO, want dat is ook een heel handige feature op digitale camera's. Maar daar valt wel het een en ander over te vertellen, dus dat ga ik in een afzonderlijke video zeker nog aan bod laten komen. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Dat doet mij aan denken nu dat ik die rug van mijn Hasselblad gehaald heb. Eigenlijk moet ik mijn Hasselblad geregeld een keer de ontspanner van de lens activeren. Dus ik ga dat nu even doen. En dat is eigenlijk zonder rug. Zodat je niet je foto's allemaal om zeep helpt. En dan zie je hier de sluitertijd. En dan is het bedoeling van alle sluitertijden een keer te gebruiken. Een 500ste. Klinkt zo. Een 250ste. Het zijn eigenlijk vooral de echt lage sluitertijden die na verloop van tijd, als ze niet geoefend worden, het moeilijk krijgen. Dus dat is echt een volledig mechanisch gebeuren met een veertje dat opgespannen wordt en dan de juiste tijd bepaalt. Dus dat was een 60ste, een 30ste. Ik ben er gewoon een paar keer aan het laten afgaan. Een 15ste. Het duurt al veel langer. Hè? Een 8ste. Een 4ste. Een 2ste. En een 2ste. Maar zo kan ik mijn dagen dus ook vullen. Hè? En dan als ik mijn rug terugplaats, gewoon opletten, dan zal de twee in dezelfde kleur staan, al twee in het rood op dit moment. En dan als tip, in plaats van het er gewoon in te rammen, dat zelf achteruit te duwen, om je materiaal een beetje te sparen.